Zo, goedenavond, vrienden. Goedenavond, mag ik wel zeggen nu. We gaan een korte sessie hier neerzetten. Avondklokje is een uurtje vooruit. En we hebben een paar dagen mooi weer gehad. Dus we zullen kijken of we wat kunnen vangen nou. Of de vis een beetje los is gekomen. Ik ben heel erg benieuwd. Niet te veel spullen mee, zeg ik altijd. Lukt ook nooit. Maar eens even kijken. Veel mensen hadden maar weer een nieuw. Spoiler. Lekker. Dus mensen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. Zo, we zijn onderweg naar de stek. Stukje lopen. Als het goed is, zit mijn buurjongen er al. Dus dat is mooi, is de stek in ieder geval niet bezet. En dus we eens even gaan kijken, spullen eens even klaar gaan maken. Joe, wat? Let's go! Nou mensen, kom precies op het juiste moment. Want Jamie is knakworsten en vis aan het rillen tegelijk. Kijk of hij dat kan. Aan de drill te zien brazen, denk ik. Donder hier jongen, die bierjongen die komt weer op, precies op tijd hè. Die gast de hele dag nog niks gevangen. En het stuk goud komt aanlopen. En die gast krijgt gewoon gelijk beet. Niet te geloven. Ga je hem uitlaten of ga je hem binnenhalen? Lijkt een zilt. Tenminste, ik zag alleen, sneller gaat dan in van een staartje. Denk aan je slip, Pikkie. Denk aan zilt. Brazem trekt nooit zo weg. Denk aan je slip dan. Lekker hoor. Zilt zit tenminste aan de run te zien net aan de Amazon Sprint. Denk ik dat het een zilt is. Moet ik jou net pakken? En jij dan? Kom, actie. Dit is fucking nog een zilt ook nog. Hoe dan? De tentjes. Lekker baas. Ja ja, eerste zeeltje van het seizoen. Ja, mooi formaatje hoor. Nice man. Nou, is het lekker of niet? Kijk het aan! Hoppadee, lekker hoor! Eerste zilt van het jaar. Klasse maat, goed bezig, we gaan hem terugzetten man. Topvisje. Hoppadee, lekker man! Zo, hier zien jullie het water waar we op aan het vissen zijn. Zoals jullie zien, een onwijs mooi water. Helemaal omringd door bomen. Met een paar mooie stekken ertussenin. Ja, het ligt echt super mooi. Hier zien jullie het van de andere kant. Ja, het is echt geweldig. Water wat ik vroeger helemaal plat gevist heb. En al heel lang niet meer gevist heb, maar nog steeds een heel mooi bestand bezit. Dus ja, zonde om daar niet te gaan vissen als de mogelijkheid er is. Ja, ze hebben het ondertussen al wel aardig dichtgebouwd eromheen, helaas. Maar ja, ze zullen er nog dichter gaan bouwen. Maar het blijft gewoon een gaaf water. Mensen, ik vis vandaag ouderwets met de korf. Lang geleden. Een soort van jeugdsentiment mag je het wel noemen. Dus onderlijntje, 75 centimeter. En jawel, ik weet niet of jullie het mooi zien kunnen. Trosje maaien. Keertje weer lekker ouderwets. Vroeger altijd goed op gevangen, dus waarom nu niet. En een fijn voertje, de Sony Baits
Banaffi. Maar deze meneer heeft de zak verkeerd opengemaakt, dus een beetje lastig lezen voor jullie. Maar gewoon een kalfje, boerenkalfje. We zien een klein stukje afscheiding tussen. De bonnetje snel in de kroop raakt en dat de vis een klein beetje speling heeft. Niet gelijk het gevoel heeft dat er iets zwaars aan zit of zo. Dus ja, kijken of we zo'n vis kunnen pakken. Kunnen we natuurlijk alles mee vangen, dus dat is natuurlijk wel leuk. Nou, laten we eens even kijken dan. Die andere heb ik overigens gewoon weer met jullie. Zo, ben bijna wel smoel. Die andere heb ik weer met de method liggen, zoals jullie gewend zijn van mij. Boeren methodje, chocolate waffeltje, pelletjes. Super. Ah, tandjes. Oh, slaan mezelf in mijn vinger. Laten we even kijken of we voor die avondklok een visje kunnen vangen. Gaan het zien. Zoals jullie zagen, mijn bierman heeft er al een. Nou ja, ik nog niet. We gaan even een knakworstje eten, mensen. Kijken of er een visje uitkomt. Och, oh, lekker maat. Tentjes, goed bezig. Ja, ook heel belangrijk, goed eten. Alles staat op scherp. Zowel daar als daar. En ergens in de struiken staat de karpenstok. Ja, en hier. Oh ja, ja, hier. Wow, kijk eens. En de knakworsten staan scherp. We gaan ze hoor. Vlam erin. Kijken wat wordt, mensen. Moet goed komen, kan niet anders. En badje heeft ook beet. Oh. Oh, ik moet wennen dat ik een licht onderlijntje heb, dus moet je rekening mee houden. Ik denk Brabant of zo. Op de maden, mensen, op de maden. Op de maden. Ja. Niet gekke worden dit hoor. Hassie. Zit over de tak. Ja. Ik kan met waterpak erin hoor. Ja, maar ik denk. Ding. Dat jij erin moet met waterpak, want het zit vast. Kom maar. Hebben? Ja. Wat is het? Wat is jouw? No way. Doe het schepnet. Leef net, schepnet. No way. Of je? Hoppa, van de nul. Eerste zilt. Oh, hoe zit dat met? Zo. En dat met mijn korfje. En met mijn maden, mensen. Wie had dat gedacht? Ja, ja, ja. Kijk eens even dan. Wat een mooi plaatje. Wat een prachtig beestje, man. Ja, dankjewel, maat. Zo, mensen. Ik ben inmiddels weer thuis. De boel staat boven opruimen. Het is best een leuke sessie. Ik een zilt en mijn buurman een zilt. Dus ja, eindelijk allebei een zilt te pakken. De eerste van het seizoen, de kop is eraf. Ik kreeg alleen op het laatst ontiegelijk last van hooikoorts, dus vermoedelijk zie je dat nu ook wel aan mijn ogen. Niezen aanvallen, jeuk in mijn ogen, pijn, tranen rollen over mijn wangen. Dus ja, dat is even vervelend. Maar ik moest opschieten met opruimen vanwege de avondklok. Ja, het is niet anders, het gebeurt. Maar ja, desalniettemin was het toch een leuke sessie. Ik heb nou helemaal last van hooikoorts. Als je het ook hebt, dan ken je vast wel hoe het voelt. Niet altijd even fijn. Nou, hopen dat het weer snel voorbij is. Mensen, vond je dit een leuke video? Dat blauwe duimpje omhoog. En als je niet geabonneerd bent, abonneer je even dan hier beneden. Dat zou ik super tof vinden. Het was een kleine maar fijne video. Even een lekker een avondsessietje. Er zullen er vast en zeker nog meer van komen. Ik ga jullie terugzien bij de volgende video, mensen. Dank jullie wel voor het kijken.